Welkom allemaal bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit, zoals altijd, Maurice Harreld. En we zijn geweest naar Ready Player One. Ja. Nou Maurice, bal maar los, want ik heb er... Ik had er nu bijna van verwacht. Ja, althans, ik had een slechte film verwacht zelfs. Ja. Dus ik denk, nou die gaat supermatig worden. Maar hij was wel leuk. Ja, een hele leuke film. Ja. Ging lekker snel. Ja. Ik vind wel, als je een gamer bent, of in ieder geval van games hebt gehouden, zeker in het verleden. Dat is een plus. Dat is een heel erg grote plus. Plus. Er wordt heel veel. Als je een beetje nerd bent geweest in de jaren 80, dan... Ja, dus dat zag je heel duidelijk. Ja. Dus, maar het hele verhaal ging wel lekker door. Ja. Dat is gewoon... Ik vond het verrassend leuk. Ik had trouwens nog meer popculture verwacht, eigenlijk. Ja, maar ik vond het goed dat ze het niet te veel hebben gedaan. Nee, want anders, overkill. Ja, overkill. En dan wordt het echt voor mensen die alleen maar popculture leuk vinden. Ja. En, het zat wel tegen kinderachtige aan. Vond je ook niet? Ja, maar... Het, dus het hing wel, er wel een beetje... Ik denk, het moet nou niet te veel doorslaan. Want... Ja, maar ik vond het leuk. Bijvoorbeeld die racen en dat soort dingen. Dat was al fantastisch hoe ze dat hebben gemaakt. Dus dat was echt wel kicken. Dus als je gaat racen in de DeLorean... Ja, dat vind ik het gek. Dat heb je sowieso goed gedaan. Maar precies. Waar je in raced, wat voor race het is. Als je de DeLorean raced... Ja. Dat zijn gewoon die kleine puntjes die, als je natuurlijk weinig films hebt gezien, dan zie je het niet. Dan denk ik, nou, leuk. Klopt. Maar, als je zegt, is het gewoon een auto. Ja. En nou is het iets. Ja, dat is Back to the Future. Dat is wel gek. Dus. Maar ja, dan zit je met kinderen in zo'n bioscoop van een jaar of 12, 14. Dat zegt u niks. Nee, maar volgens mij waren er toch een aantal die het wel snapten. Dat vond ik toch nog wel meevallen. Blijkbaar is dat toch dat, ook de nerd van nu, dan toch even naar de jaren 80 gaan kijken, want ze weten gewoon dat er een aantal dingen zijn. Kijk, Back to the Future, volgens mij heeft zelfs de huidige generatie... Nou, laten we daar niet te veel over praten, want ik spreek de huidige generatie. Ja? Back to the Future zegt ze niks, nee? Godfather zegt ze niks, Soms. Scarface zegt ze niks. Dus ik denk dat wij iets te oud worden nou, want... Ja, of we zouden niet, laat me zitten. In ieder geval, die film zelf is leuk. Allemaal goede films om te kijken trouwens, jongens en meisjes van nu. Ja, weet ik zeker. En wat heel leuk is natuurlijk die avatars. Want gaat om, dus dat vind ik zo mooi, dat zou ik zeggen van het kan een heel tof figuur zijn, maar het echt aan het hele grote, dikke, lelijke figuur zijn. Dat is ook waar natuurlijk, als je dat vond ik wel kicken. Dat werd wordt een beetje catfishing wordt gebeurd als je... Zeker, dat is het. Want hij werd natuurlijk, die hoofdpersonage wordt verliefd op de dame die hij speelt. Dat was een mooie love story. Ja, dat was een love story. Dat leuk. Ja, dat had wel een stunt geweest dat het echt zo'n dikke man was geweest. Dat had ik nog gelachen. Maar dat had toen nooit geweest. Nee, dat kan net niet. Het verhaal was heel voorspelbaar, vond ik wel. Het was heel duidelijk vooropgezet. Het was heel duidelijk. Ja. Het was heel duidelijk. Ik vond die, de tegenstander, hoe heet hij nou? En dan ga je op de naam niet komen. Maar dat ga ik je nu al vertellen, dat je deze naam niet had komen. Jawel, Mendelssohn. Ja, en wat is het voornaam dan? Ja, dat weet ik niet meer. Hoppa! Ja, oké, maakt niet uit. Maar ik vond Mendelssohn ook knap. Ja, maar ik had het niet geweten. Maar die man die speelde ook een beetje vond ik dezelfde rol als bij Rogue One bij Star Wars. Als de general. Ja, als de general die dan is mee slecht. Hij heeft maar één stand. Ja, dat vond ik echt. Dat vond ik een beetje. Dat herken ik wel een beetje terug. Dus. Ik moest ook een beetje denken aan de Matrix. Ja, dat is ook een beetje. Dat je een beetje dezelfde uitstraling. Maar weet je, ik vind het een leuke film. Leuke film, leuk verhaal. Ja. Niet te kinderachtig, wat je misschien wel zou verwachten. Je zou misschien ook verwachten van, nou, dat wordt een beetje zo, maar nee. Ja, leuk film. De muziek die erin zat was fantastisch, vond ik. Klopte met de film. Ja, het klopt echt. Het was echt. Dat was een goede momenten had hij ook, van goede momenten. Dus ik vond het zeker bioscoop waardig. 7? Ja, geef maar 7. Ik geef hem een 7+. Een 7+. Ja. Nou, dat vind ik wel een beetje pauper. Ja? Ik zet er wel 7,5 eigenlijk, maar... Ja, nou, doe dan een beetje omhoog. Ja, ik doe 7,5. Ik heb jou 7,5 horen geven voor films, dat ik denk, nou, maar verder van... Heb ik net geen 8. Dus ik geef hem een 7,5 ook. Ja, 7,5. Dat vind ik ook eerlijk is eerlijk. Dat is veel eerlijker. Ja. Goed, zo met Maurice weer lekker makkelijk over te halen. Ja, maar dit is wel iets wat... Dit gaat wel tegelijk, dan moet je ook gewoon aanpassen. Zeg tot de volgende keer, tot de film. Prima, doei. Doeg.